Collega's, mevrouw de staatssecretaris. De asielcrisis die gaat al jaren van kwaad naar erger. U begon er eerst als kabinetschef en nu als staatssecretaris, nochtans met zeer grote woorden aan. U zou het migratiebeleid eindelijk eens rechtvaardig en humaan maken. Maar van die grote woorden, daar kwam niets van in huis. Het migratiebeleid dat is niet rechtvaardig, want de instroom van asielfraudeurs die bereikt recordhoogtes. Het asielsysteem wordt overbelast door migranten waar het niet voor is bedoeld. En wanneer na lange, dure procedures eindelijk wordt vastgesteld dat we de hele tijd opvang hebben voorzien aan fraudeurs, dan worden ze niet eens gedwongen het land uitgezet. Nee, ze krijgen gewoon een nietsbetekenend stukje papier. En er is ook helemaal niets humaans aan uw migratiebeleid. Want dat u door het tolereren en faciliteren van illegale migratie eigenlijk een bondgenoot bent van de mensensmokkelaars, ja, dat wisten we al. Dat u door het weigeren om de illegaliteit in ons land aan te pakken ermee voor zorgt dat honderdduizenden illegalen terechtkomen in de uitbuiting, in het criminele milieu en zelfs in de gedwongen prostitutie, dat was ons ook jammer genoeg al bekend. Maar de afgelopen weken zakte de humaniteit van uw migratiebeleid en dat van de Vivaldi-regering nog verder onder het vriespunt. Letterlijk zelfs. Want ondanks het feit dat u met een recordbudget van bijna 1 miljard euro een recordaantal peperdure opvangplaatsen hebt gecreëerd, slapen er nog steeds migranten, soms zelfs minderjarigen, op straat in de vrieskou tussen het afval, tenzij ze het geluk hebben van opgevangen te worden in een van uw kraakpanden, mevrouw de staatssecretaris. Deze Vivaldi-coalitie die stevast het morele vingertje hoog houdt, zou dus beter in schaamte haar ontslag indienen. Jullie beleid is onrechtvaardig en inhumaan, zowel naar de migranten toe als naar ons eigen volk. Beide zijn zij het slachtoffer van dit waanzinnige migratiebeleid dat na decennia lang falen eindelijk eens dringend moet worden omgegooid. Welke maatregelen, mevrouw de staatssecretaris, gaat u dus eindelijk nemen, behalve het uitstaren naar de Fata Morgana van het EU-migratiepact, om eindelijk de instroom in te dammen? Uw partij, de CD&V, maar ook de VLD. En vandaag zelfs Nederlands premier Rutte, die zeggen dat het een topprioriteit moet zijn om die instroom eindelijk in te dammen. Wel, waar wacht u dan in godsnaam nog op? Oostenrijks bondskanselier Karl Nehammer die heeft ook vandaag toevallig naar aanleiding van de Europese top gepleit dat de EU fysieke grensbarrières in landen zoals Roemenië, Bulgarije en Hongarije zou moeten financieren om die illegale migratie een halt toe te roepen. Steunt u deze oproep, mevrouw de staatssecretaris? Iedereen lijkt wakker te schieten in Europa. Wel, gaan wij blijven slaapwandelen richting de afgrond of gaan wij eindelijk ook wakker worden? Bent u bereid om in afwachting van een ander Europees beleid eindelijk die bestaande marges tot verstrakking van de EU-regelgeving die het EU-karkan biedt om die eindelijk maximaal te gaan invullen zoals bijvoorbeeld de Zweedse regering dat al heeft aangekondigd? En zo nee, waar wacht u nog op, mevrouw de staatssecretaris? Wat houdt u dan precies tegen? Spreek het hier dan eindelijk eens uit. Het is de politieke wil in dit land die ontbreekt om dit migratiebeleid eindelijk terug op de rails te krijgen, eindelijk terug echt rechtvaardig en echt humaan te maken. Het is de politieke wil. Als de politieke wil er is, kunnen we dit probleem oplossen, want het is er gekomen door politieke beslissingen. En dat politieke beleid dat er eindelijk moet komen, mevrouw de staatssecretaris, dat zullen niet de oplossingen van de CD&V zijn. Dat zal niet zijn nog meer asielopvangplaatsen creëren. En het zullen al zeker niet de oplossingen zijn die hier worden aangereikt door de PS, door Groen en door Ecolo. Maar als we migranten gaan beginnen opvangen in hotels, als we nog eens een spreidingsplan gaan organiseren over heel Vlaanderen, dan gaan er enkel nog meer asielmigranten bijkomen. En het resultaat daarvan zal zijn nog meer veroordelingen en nog meer kinderen, families en migranten die slapen op straat in de kou. Als dat is wat jullie willen, dan moeten jullie inderdaad een spreidingsplan, hotels en nog meer asielbudget gaan voorzien. Wat we nodig hebben zijn structurele oplossingen, echte oplossingen die dit migratiebeleid volledig omgooien. Als uw huis aan het overstromen is, dan heb je niet meer zandzakjes nodig. Dan moet je niet gaan kijken hoe je het water beter kan gaan verdelen over je huis. Nee, dan moet je eindelijk in godsnaam de kraan dichtdraaien. Pas als je de kraan dichtdraait, kan je beginnen dweilen en kunnen we eindelijk onze toekomst veiligstellen.
Ja, collega's, mevrouw de staatssecretaris. Het Vlaams Belang, mijn fractie, pleit al sinds mensenheugenis voor stevige ontradingscampagnes. En dan liefst nog in de landen van waar de soms vluchtelingen, vaker asielfraudeurs, effectief vandaan komen. U weigert dat jammer genoeg te doen, maar u komt hier dan wel poneren dat er minder asielaanvragen geweest zijn afgelopen maand dan de maand voordien. En dat zou het gevolg zijn van uw beleid. Maar het is een gevolg van een ander deel van uw beleid dan hetgeen u zelf denkt. Want natuurlijk, als er berichten circuleren op sociale media, en vele van die illegale migranten en vluchtelingen die zitten ook op sociale media, waar zij zien dat hier in België het asiel- en migratiebeleid volledig in de soep draait, waar zij zien dat zelfs gezinnen met kinderen hier op straat in de vrieskou slapen, ja, dan zou u nog voor minder kunnen verwachten dat een aantal van die migranten zeggen, we zullen dan misschien toch beter naar Nederland, Duitsland, Frankrijk of Oostenrijk gaan. Ik vind het zeer, zeer pervers eigenlijk dat u met zulke ontradingscampagne hier uzelf op de borst komt kloppen. Want dat is het soort ontradingscampagne waar mijn fractie nooit om heeft gevraagd. Zulke perverse effecten, dat is het gevolg van uw beleid en niet van onze voorstellen. Werk eindelijk aan echte ontradingscampagnes in plaats van dit pervers nieuws dat verspreidt onder de vluchtelingen en migranten. Dan over die Burundezen, daar zegt u ook, ja, er zijn minder asielaanvragen geweest van Burundezen. Het zou er nog aan mankeren. Na zoveel jaren van asielmisbruik door Burundezen, waar wij al heel lang voor waarschuwen, is er eindelijk eens iets aan gedaan. En voor alle duidelijkheid, België was lang niet het enige land dat zich daar zorgen over maakte. Er zijn veel Europese landen die wat dat betreft op tafel hebben geklopt om eindelijk iets te doen aan Servië dat de poort wagenwijd openzette voor asielfraudeurs vanuit Burundi. Het zou er dus nog aan mankeren mocht België zich wat dat betreft hebben onthouden, mevrouw de staatssecretaris. U zegt ja, we hebben hard gewerkt de afgelopen weken, maar u hebt hard gewerkt aan het verkeerde beleid, want België heeft zich niet aangesloten bij een voorstel van een verordening dat pushbacks in sommige gevallen eindelijk mogelijk moet maken. België heeft er zelfs verzet tegen aangetekend. U gaat de verkeerde richting uit. België heeft zich niet verzet tegen de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Schengenzone, die de illegale migratie uiteraard alleen nog maar zal doen toenemen. Gelukkig waren er andere landen met gezond verstand, hebben de Oostenrijkers hun veto gesteld wat dat betreft. Tot zover dus de werkelijke initiatieven van staatssecretaris De Moor de afgelopen week die u hebt genomen om de asielinstroom tegen te gaan. 0,0 op 10, mevrouw De Moor. En wat dat al helemaal hallucinant maakt, dit hele verhaal, is dat we dan vandaag deze ochtend in de pers mogen lezen dat een PS-burgemeester Moreau, dat die zegt dat mevrouw De Moor de Vlaamse agenda op asiel en migratie zou doorvoeren. Totaal hallucinant. Zij beweert dus dat de Vlamingen het beleid van asiel en migratie bepalen in dit land. Nochtans, de Vlamingen die stemmen al decennia lang voor een kordaat en streng asiel- en migratiebeleid en we krijgen precies het tegenovergestelde. En voor alle duidelijkheid, ook de Walen willen dat. Hè. Het is dit Waalse politieke establishment dat ervoor zorgt dat ook de Walen niet het asiel- en migratiebeleid krijgen dat zij werkelijk willen, omdat jullie ervoor zorgen dat zij geen andere keuze krijgen. En wie denkt dat dit een wereldvreemde PS-burgemeester is uit Molenbeek, wel, die zal bedrogen uitkomen. Want zo net nog, deze avond nog, zei niemand minder dan de voorzitter van de PS, Paul Magnet, dat het beleid van mevrouw De Moor niet alleen bepaald wordt door de Vlamingen, maar bepaald wordt door het Vlaams Belang. Hoe wereldvreemd kan je zijn? Het kan niet verder staan van de realiteit. Het Vlaams Belang smeekt al decennia lang om eindelijk de grenzen dicht te doen voor illegale migratie. Om eindelijk halt toe te roepen aan al die asielfraudeurs. En dan durven jullie beweren dat deze staatssecretaris ons programma zou uitvoeren. Het kan niet verder staan van de realiteit. Als u het echt wil weten, hè? Als u het echt wil weten wat het beleid is waar de Vlamingen en de Walen om smeken, wel, organiseer eens een referendum over migratie. Vraag het eens aan het volk, willen jullie meer of minder migratie? Ik daag jullie uit. Als jullie het echt willen weten, als jullie echte democraten zijn, vraag het eens aan de man en de vrouw in de straat. Geef hen een stem en laat hem stemmen. Willen jullie meer migratie of willen jullie minder migratie? Maar jullie durven dat niet. Jullie durven dat niet. Jullie geven hen zelfs geen keuze. Want of de Vlamingen en de Walen nu links stemmen of rechts stemmen, of ze nu stemmen voor meer of minder migratie, het is altijd meer migratie, meer migratie, meer migratie. Dat zijn de enige oplossingen die jullie voorstellen. Altijd maar meer asielopvangplaatsen, hotels, spreidingsplannen en nooit de structurele oplossingen. Ze zijn er nogthans. Deze crisis is er gekomen door politieke beslissingen en wij gaan en zullen hem omdraaien door politieke beslissingen. Ik dien een motie in met 15 concrete voorstellen om deze crisis echt aan te pakken.